Hallo allemaal. We vieren dit jaar het 40-jaar jubileum van het Jeugdjournaal. En vanavond feesten we nog even door, met z'n allen. Enorme eer om hier te staan. Ja, en hoe mooi dat we nu zelf deze prijs mogen uitreiken. De jeugd heeft massaal gestemd en het antwoord zit in deze envelop. En de winnaar is... tegelijk, hè? Ja, 1, 2, 3. De Zomer van Zoë! Als eerste willen we natuurlijk alle fans bedanken die op ons hebben gestemd. Ja. Afrotros, Seb, dank jullie wel dat we deze geweldige dramaserie hebben mogen maken. In een tijd van corona, een dramaserie met liefde, vriendschap, noem het allemaal op. Ik wil de cast en de crew, ik weet dat jullie ook ergens zitten, heel erg bedankt. Ik hou van jullie allemaal, dank jullie wel. Ik weet niet wat ik moet zeggen. We willen heel erg graag met name onze regisseur Timo Mol bedanken, onze producer Joge Hogevorst en onze eindredactrice en... bedenkt ze van de Zomer van Zoë, Nicole. Heel erg bedanken. Dankjewel.